Sinds enige tijd heeft Volkswagen een volwaardige elektrische variant op de Passat in het gamma, de ID.7. En aangezien van de Passat altijd door decennia heen de variant de meest populaire versie was, kon je erop wachten dat er ook een ID.7 variant zou komen. Nou, die is er ook, met 10 verstanden dat die geen ID.7 variant heet, maar je zou het haast niet raden, de ID.7 Tourer. Volkswagen zelf noemt het een Fusion, een mix van een Passat variant en een Arteon Shooting Brake. Nou, of dat zo is, mag je zelf bepalen. Het is in elk geval een lel van een auto. Hij is groter nog dan een Passat variant. Om precies te zijn, even groot als de hatchback van de ID.7. En dat betekent een wielbasis van 2,97 meter. Dat is echt best fors. En een totale lengte van bumper tot bumper van 4,96 meter. Zo'n auto kiest natuurlijk voornamelijk voor de laadruimte, denk ik dan. Dus laat ik daarmee beginnen. Nou, dat is best een behoorlijke lapper. Je hebt normale 5-zits configuratie. Heb je 545 liter bagageruimte. Doe je de rugleuning achter een beetje meer rechtop, heb je 605 liter. En als je de hele boel plat gooit, heb je 1714 liter laadruimte. En het leuke is, daarbij hoef je geen grote stukken te schuwen, want in de totale lengte is hij net geen 2 meter, 1,95 meter. En tussen de wielkasten past precies op de millimeter na 1 meter. Het mooie van zo'n ID.7, dat zagen we ook al bij de hatchback, is dat het zoveel verbeterd is ten opzichte van de andere ID's. Er was al vaak een beetje goedkoop plastic en een beetje makkelijk afgewerkt. Dit is echt behoorlijk hoogwaardig. Ze hebben echt hun best gedaan om deze auto naar een hoger plan te tillen. Dat zie je aan de materialen, dat zie je aan de afwerkingen, dat zie je aan het hele grote scherm. Dat hele kleine schermpje. Je hebt een prachtig head-up display. Het zit allemaal erg goed en mooi in elkaar. En het heeft een bepaalde rustgevende sfeer. Nou, het is buitengewoon uitgebreid met allerlei hulpsystemen natuurlijk. Er zijn er een paar die ook wel meer prijs zijn overigens. Zoals het systeem waarbij je gewaarschuwd wordt voor het uitstappen van verkeer van achteren en dat soort dingen meer. Maar het is natuurlijk wel leverbaar. Hij kan inparkeren vanuit buiten op afstand tot 50 meter afstand. Dat soort dingen zitten allemaal tegen meer prijzen op. Maar het is er wel. Verder gewoon prettige mooie stoelen. Mooi materiaal. Een mooi ID-logo in de rugleuning. Ja, daar zit je normaal bovenop. Dan zie je het niet. Maar het is er wel. Sfeerverlichting in 10 verschillende kleuren instelbaar. Er zit zelfs een wellness app in. Dat betekent dat je met een druk op de knop kun je een wellness instellen. Verwacht geen Thermé 2000 of zo, maar het werkt met kleurtjes, het werkt met geluiden, met het instellen van het glazen dak hier, met wat gekneed in je rugleuning. Tenminste, als je ook voor de functie gekozen hebt, de optie van die massagefunctie. En dan heb je een standje met refresh, je hebt een standje calm down. Dat kunnen steeds meer mensen het verkeer goed gebruiken, heb ik de ervaring de laatste jaren. En het zal je geestelijke vermogens niet veranderen, maar het is toch leuk om te beleven allemaal. Verder gewoon lekker ruim, goed opgezet en een prima plek om lange ritten mee te maken, want daar is de auto ook wel echt voor gemaakt. Ik noemde net al de riante wielbasis van bijna 3 meter en dat betaalt zich hier natuurlijk terug. Je moet kijken wat een beenruimte ik heb. Dit is echt limousine niveau, hartstikke goed. En ook mijn hoofdruimte is heel aardig. Nou heb ik nog niet in de gewone ID.7 gezeten. Die schijnt wat minder te zijn qua hoofdruimte. Als dat zo is, dan is het hier opgelost. Want ik zit hier ook behoorlijk riant. Het is ook hier een prettige plek om te zitten gewoon. Ook praktische dingetjes zoals deze vakjes hier in de stoelen. Waar je zo je telefoon inpropt. En hier nog wat meer ruimte. En ja, ziet er gewoon ook mooi uit. Keurig hier je eigen klimaatregeling. Stoelverwarming is overigens bij de duurdere versie alleen maar hoor. Maar het is wel mogelijk. De ID.7 Tourer komt in de eerste instantie in 2 verschillende uitvoeringen, de Pro en de Pro S. En het belangrijkste verschil zit hem in de accu's. Namelijk de Pro heeft de 77 kWh accu die maximaal 175 kW kan laden aan de snellader. En die haalt maximaal 600 km actieradius volgens WLTP is de inschatting ongeveer. Dan heb je de Pro S. De Pro S krijgt 86 kWh accu. Die kan 200 kW maximaal laden en die haalt 675 km. In beide gevallen heb je een elektromotor op de achteras, dus achterwielaandrijving met 210 kW en 545 Nm. Die ID.7 Tourer wordt verwacht in de tweede helft van het jaar in Nederland. De prijzen zijn nog niet bekend, maar Volkswagen belooft ons dat die niet veel hoger zal liggen dan van de hatchback.